Hallo iedereen, welkom terug bij een nieuwe video van FIFA Match. Zo, deze keer staat er echt iets belangrijks op het menu, namelijk NAC Anderlecht. We staan eerst met 9 punten, maar we moeten toch wel een hele belangrijke match spelen tegen Dynamo Zagreb. Dus in feite, als we deze match overwinnen, dan winnen we ook. Dan zijn we bijna zeker dat we doorgaan naar de volgende ronde. We moeten hier gewoon winnen. Of een gelijkspel is in feite ook al genoeg. Dus daar hier, die Matte met de eerste kans. Die schiet na 9 minuten. Dat was echt een uitstekende kans voor Anderlecht. Maar die bal gaat er dus niet in. Dynamo Zagreb probeert Doumbia dan met de kapbeweging. Hojak met in de handen van Dirino. Die echt wel goed keept gewoon dit seizoen. Het is wel een goede keeper in FIFA. Amoesus dan. Amoesus echt mooi klaar voor die Matta. Die Matta kan alleen voor goal. Dit is de kans, die Matta. En die wordt tegengehouden. Dit is een overtreding. En hij fluit ook voor de strafschop. Dus na 28 minuten krijgen we een strafschop. En dat is natuurlijk zeer goed. Er wordt nog even gediscussieerd, maar hier zien we duidelijk in de herhaling dat het wel in feite wel een terechte strafschop is. Rebel achter de bal voor de strafschop. Rebel schiet en het is goal. 0-1 Anderlecht. Zo moet het zijn. Zo gaat het beter natuurlijk. 0-1 Anderlecht na 28 minuten. En we mogen blij zijn dat we voorstaan. We speelden niet goed, we creëerden geen kansen. Maar toch staan we voor na 28 minuten en zijn we blij. Een half uur ver, 0-1 voor. Ja, Zagreb dan direct na die goal. 37 minuten ver op de paal. Dus daar was de kans echt wel voor de gelijkmaker van Zagreb. Maar die bal gaat er niet in. Erachter gebeurt er niks meer. En zo eindigt de match op een 0-1 overwinning. En weten we dus dat we Europees zeker gaan overwinnen. De eerste Anderlecht na 5 gespeelde wedstrijd met 12 punten. Tweede Bonemort met 10 punten. Fenerbahce kost ons sowieso niet inhalen. Ook als we verloren waren, want ze hebben verloren tegen Bonemort met 0-2. Dus we waren al zeker dat we doorhingen. Arsenal gaat ook door, eerste met 12. En Sporting, Lissabon gaat ook zeker door. AC Milan gaat ook zeker door. En Real Betis gaat ook zeker door. Spartak Moskou gaat ook zeker door. En Villarreal gaat ook zeker door. Olympique Marseille gaat ook zeker door. En Lazio Roma gaat ook zeker door. Dus ja. RC Anderlecht verloor de plek in de knock-outfase van de Europa League. Daar zie je het nog eens duidelijk staan. RC Anderlecht is nog met 1 wedstrijd te gaan door naar de knock-outfase. RC Anderlecht is geconcentreerd en er helemaal klaar voor om 3 punten binnen te halen en veilig door te gaan naar de volgende ronde als we het opnemen tegen Dynamo Zagreb. Dat hebben we dus net gedaan. Ik weet niet waarom dat erin komt. We hebben Dynamo Zagreb verstaan met 1-0 in de heenmatch en met 1-0 in de terugmatch. Dus dat is echt wel grappig. Maar we hebben ze wel in feite wel goed verstaan. Dus in feite mogen we blij zijn dat we door zijn naar de volgende ronde, maar we waren ook wel echt beter hoor. Alleen een beetje ongelukkig hierdoor ik in de trainingskamp, een beetje ongelukkig tegen Bournemouth, maar dat komt er wel goed. Ik moet ook wel zeggen dat Esquerda ook wel goed in vorm is hoor. Ali is ook, dat is de opstelling voor tegen Moskou, Abazar, Mishuna, Adzik, Samuel, Morioka, Bakali, Kabout, Sané, Bournemouth, Makarenko. Dat is voor de beker van België, je ziet het, is een volledig B-elftal. Ik krijg niet zoveel belang in feite aan de beker van België. Daarom speel ik ook met een B-C-elftal zelf. Eerste kans, Anderlecht goal, 1-0 al direct. Eerste kans voor Anderlecht is de beker van België. De bal gaat erin. Anderlecht is uitgeschakeld gisteren tegen Union. Of eergisteren. Dus ja, het is wel goed. Moeskroen dan schiet. Moeskroen is net naast. Moeskroen probeert natuurlijk met zijn wel voort te gaan in een beker. Maar de beker is niet echt belangrijk. Als we dat nog een keer er moeten bijnemen. Hier nog een keer Anderlecht de vershot. Na de Europa League. Na de competitie. Ik ben op Frans focussen op de Europa League en de competitie. En het staat 1-1 voor Moeskroen. Na een half uur spelen. Moeskroen maakt dan toch gelijk met een ver afstandsshot. Ze maken gelijk. Het is Moeskroen. Het blijft Moeskroen. Ze blijven verrassen natuurlijk. Anderlecht met een prima kopgoal. Maar die bal gaat er niet in. De redding van de doelman van Moeskroen. Na 63 minuten staat er nog altijd 1-1. Moeskroen van ver. Leije die ook meespeelt met Moeskroen. Hij komt van Eupen. Hij komt van Zulte-Waregem. Je kent hem vast nog wel. Van Zulte-Waregem vroeger Anderlecht dan. Prima uit de draai. Geschoten. Ik dacht die bal gaat er altijd in zitten. Maar die bal zat er helaas niet in. Moeskroen dan met de voorzet. Kopt. Op de deklat weer al in de rebound. Dan een hal van de doelman. Moeskroen heeft veel kansen. Maar kan niet scoren. Dan in de laatste seconde gebeurt dit. Een terechte strafschop. Sorry, een terechte strafschop voor Moeskroen na een fout van Wereld Borneo. Ik weet niet hoeveel rode kaarten dat hij al gepakt heeft dit seizoen. Maar het zijn er tamelijk veel natuurlijk. Sebastian Borneo, 90ste minuut, toegevoegde tijd en het is weer een rode kaart. Het is ongelooflijk goed, die domme overtreding. Hier wordt weer gedaan op die speler van Moeskroen. Maar hij was laatste man, misschien ging wel eventueel gescoord hebben. Ik wou nog iets proberen, maar Moeskroen pakt die hoekschop en die schiet hem erin. En zo in de toegevoegde tijd, in de 91ste minuut, 92ste minuut, verliezen we nog alleen tegen Moeskroen. En dat is het gedaan met de beker van België voor dit seizoen. De beker van België is Sefini. Oké, we gaan door. We gaan verder met ons leven, oké. De volgende match is wel een heel belangrijke match. Maar voordat we dat doen, kijken we even naar de kalender. We zien nog dat we een belangrijk schema hebben natuurlijk. En we hebben ook nog enkele competitiematchen op de klok staan.
Maar play-offs begint er wel stilletjes aan te komen. Oké, het is nog wel een eentje. Maar ja, zoals je ziet, we hebben toch al een veel aantal matchen gespeeld. We zijn toch al redelijk ver in die carrière-mode. We hebben Bournemouth verloren met 1-0. We hebben tegen Gent gewonnen met 1-0. Tegen Sint-Truiden hebben we gewonnen met 5-0. En tegen Dynamo Zagreb, sorry, hebben we ook gewonnen met 1-0. Dus ja, beste verdedigende teams. Daarvoor zal Anderlecht wel in staan. Daar zie je Iskier, dan is hij klaar voor de match tegen Charleroi in de competitie. Charleroi is normaal een moeilijke proef voor Anderlecht. Oh, en die bal ging er bijna direct in. Ik dacht dat hij erin ging. What the fuck. Maar we hebben de heenmatch ook gewonnen tegen Charleroi met 3-0. Dus normaal mag dit geen probleem meer. Saïf. 8 minuten ver, Saïf. Oh, van ver geschoten, maar ja, die gaat er hoog over. Anderlecht probeert, we zetten druk. Want we willen natuurlijk die 3 punten halen. Tribel dan. Tribel met de pas naar Amuzu. Amuzu met de pas naar Dimata. Dimata. Mooi samenspel van Anderlecht. Salamaker. Salamaker met een mooie voorzet. Goal. 1-0. Dan zie je dat Anderlecht op voorsprong staat. 1-0 na 36 minuten met de prima goal van Amuzu. Die speler is echt een topvorm. Salamakers dan direct naar de 1-0. Amuzu scoort de ene bal naar de andere en is echt een topvorm. Hij is echt een zeer goede speler hier. Maar ik heb het al gezegd in het begin van FIFA dat ik vooral hecht aan sprintsnelheid. En Amuzu heeft dat ook. En daarom is het waarschijnlijk ook een goede. Hij is snel, hij is flexibel. Flexibel, heeft veel flexibiliteit en het is echt wel een goede speler. Amuzu dan weer al 2-0. What the fuck? Kijk wat hij doet. Direct na die 1-0 staat het alweer 2-0. We zijn net begonnen in de tweede helft. Gaat het weer een verhaal zijn? Ik zit trainen van slecht. Gaat het opeens naar supergoed? Ik weet niet, maar de goals vallen nu gemakkelijk binnen. Amuzu. Amuzu is in bloedvorm. Hij is in topvorm. Schiet die bal maar net naast. Maar als hij een kans krijgt, is het meestal out. Uiteraard shot 3-0. Hupsa, hij schopt in de corner. 3-0. 3-0, dames en heren. Je houdt het echt niet voor mogelijk. Dit is echt ongelooflijk. Nadjar legt dan klaar voor die Mata. Na zijn treden in de 5-0. Misschien hier de 4-0. Iskierdo, 4-0. Is ook de eindstand van deze match en we winnen weer al voortreffelijk met echt monsterscorers. En we staan eerst in de stand als 17 gespeelde wedstrijd met 36 punten. Standaard staat al gelijk ook met 36 punten. Bedankt voor het kijken, dat was Anne Roos. Ik wens je nog een prettige dag. Yo!